Jochem en Emily. Hoi. Hi. Nu ben ik hier te gast op de Houtkaai, nummer 9. Ja. Voorheen was dat... Middelburgs Veilinghuis. En jullie zijn hier al een behoorlijk tijdje bezig met verbouwen. Wie zijn jullie? Ja, nou, Jochem en Emily met een beetje een bijzonder verhaal misschien. Wij hebben bijna 4 jaar geleden, denk ik, dit mooie pand gekocht. Om het op te knappen tot 4 vakantieappartementen en een benedenwoning voor onszelf. En sindsdien klussen we ieder vrij uurtje en weekend en vakantie. En hebben we 2 appartementen af die we al nu een jaar, ruim een jaar verhuren. Ja. En we zitten nu in de 3e, die is bijna af. En hoe langer de crisis duurt, hoe sneller deze afkomt qua klussen. En dan hebben we nog een 4e. Maar totdat alles af is, wonen wij door de week in de Randstad, omdat we daar onze banen hebben. Jij bent bouwkundige, dus jij bestaat wel raad mee? Of hoe gaat dat dan met jullie? Ja, precies. Nou, ja, samen met de nodige experts, constructeur hebben we erbij gehaald. En een aannemer is hier heel lang bezig geweest, hebben we niet alles zelf gedaan. En jouw broer heeft nog de hele tijd geholpen, inderdaad. Ja, want het is een pand uit de 16e eeuw, hè? 1540. Dat is onvoorstelbaar, hè? Ergens, ja. Ik ben eigenlijk hier voor wat anders. Ik kreeg van de week van jullie een mailtje. Met een buitengewoon interessant plan. Ja, het idee is eigenlijk best wel simpel. Zeg maar, wij zijn dol op Middelburg. Daar horen de leuke restaurantjes en cafés en winkels voor ons natuurlijk helemaal bij. En net zoals menige mede-inwoner probeer zoveel mogelijk niet te bestellen en ondernemers te steunen waar kan. Maar wij wilden eigenlijk kijken, is er niet nog in deze tijd juist misschien tijd om te werken aan een plan wat een beetje perspectief geeft. Om strakjes, als we naar een 1,5 meter samenleving gaan, echt weer gewoon als met name horeca weer je omzet te kunnen draaien. Dus toen dachten we, als er nou straks minder mensen per vierkante meter in een restaurant of café mogen, kunnen we dan niet op zoek gaan naar meer vierkante meters voor die ondernemers. Dus het idee is eigenlijk dat we op zoek willen gaan naar meer ruimte voor de horeca. Natuurlijk kan dat door je buitenruimte te vergroten, hè, de terrassen, maak van de hele markt. Waar dat kan. Maar waarom stoppen bij de markt? Waarom niet op het Damplein voor ondernemers daar parkeerplaatsen op offeren voor terras? Op de vismarkt hier? Nou, je kan eigenlijk kijken per ondernemer, hoe kan je die helpen aan meer ruimte? Maar dan heb je ook nog steeds de ondernemers die zitten in hele kleine pandjes. Heel veel zijn er daarvan, ja. Bij La Presa, ik denk dat je nog 1 tafeltje achterin overhoudt, maar dat is het. En zo heb je nog meer van dat soort ondernemers. Dus sommigen zijn misschien zelfs gebaat bij echt ook een andere binnenruimte. Dus gewoon een hele andere locatie. Dus toen dachten we, nou, misschien kan je een soort uitvraag doen bij ondernemers. Hoe zijn jullie geholpen aan meer ruimte? Is dat buiten of ook binnen? En hoe kan je dat matchen met mooie panden die we hebben, die daar misschien... Ja, er zijn er inderdaad heel veel van. En er staat ook, hier in Middelburg is Kees Verhagen heel veel bezig met de leegstand. De stadsacquisiteuren, zei je ook. Maar hij weet het sowieso ook wel. Dus dit is ook zeker een plan wat ik ook nog even naar hem doorschrijf. Ja. Maar jullie hebben het ook al een beetje bij de gemeente voorgelegd. En die waren op zich ook enthousiast, toch? Ja, zeker. We hebben contact gehad met de wethouder om te kijken, is dit iets waar ze enthousiast van worden? We hebben leegstaande kerken die misschien geschikt ervoor zijn. Weet ik er ook nog wel een paar, ja. Precies, ja. En het zijn echt prachtige plekken. Maar want een ondernemer moet ermee geholpen zijn. Dus het moet wel praktisch werkbaar zijn. Dus zo'n extra terras bijvoorbeeld moet wel in de buurt liggen, zodat je kopje koffie nog warm blijft tegen de tijd dat je bij zijn tafel aankomt. Of als je naar een andere locatie gaat, dat je daar wel al je tafels hebt staan, dan moet je in één keer op 2 plekken personeel zetten. Dus het moet wel allemaal een beetje praktisch haalbaar zijn. Ja, het is denken wij ook onmogelijk om echt de keuken helemaal te verplaatsen van zo'n restaurant. Want je krijgt met allerlei eisen te maken. Dus het moet op een soort van makkelijke loopafstand zijn. Ja. Keuken, ja. En wat ik zo grappig vond in jullie plan, of eigenlijk ook heel sympathiek, in dit pand, de benedenverdieping, hoeveel vierkante meter is dat ongeveer? 85, 90. Ja, het is een flinke ruimte. Hij staat nu nog vol met rommel. Hè, dus we gaan dat bewust nu even niet filmen. Maar het is een prachtige ruimte. En jullie zeggen dus ook gewoon, van, nou, wat ons betreft, mag horeca daar gewoon gebruik van maken in de zomermaanden. Ja, want we denken dat je dit voor een paar maanden moet doen. Anders heeft het ook geen zin om al die tijd erin te stoppen. Dus gewoon tot 1 september, dat je in het hoogseizoen, dat is het doel, je normale bezetting kan draaien als horeca door meer ruimte. En wij willen als eerste onze benedenverdieping ter beschikking stellen, kosteloos, want dat is ook een voorwaarde wat mij betreft, dat die extra ruimtes kosteloos ter beschikking worden gesteld. Ja, misschien wel gas en licht of zo, dat kan ik me niet bij voorstellen. Kijken, maar
En hetzelfde geldt voor de terrassen. Dus we hebben contact opgenomen met de gemeente van, hè, kunnen jullie daar wat doen? En dat ook zij kosteloos die extra ruimte op terras beschikbaar zijn. Precies, gaan we met z'n allen radiobelasting over gaan heffen. Zodat de ondernemers extra ruimte krijgen. Zonder dat daar extra kosten aan vastzitten. Om echt voor een paar maanden toch een normale bezetting te krijgen. Ja, nou, ik vind het echt een super tof idee. Ik weet ook nog wel mensen met enorm grote tuinen. Daar kan misschien ook nog wat mee. Precies, bij ons mag het ook in de tuin, op de stoep. Ja, nou, dat is echt ontzettend leuk. Nou, vinden jullie het ook goed als ik jullie plannen even als integraal op de website zet. Dat iedereen het ook kan lezen en mee kan denken? Of wat, ja, het lijkt me goed. Ja, toch? Ja. Het gaat erom dat je het samen doet, denk ik. Ja, nou ja, weet je, ik ben altijd zo van, je kan je idee heel lang bijhouden, maar als je het in de eten gooit, in het gekste geval gaat een ander ermee vandoor, nou, dan gebeurt het ook. Dus dat is prima. Ja, graag, hè. Pik het op. Maar er zijn ook altijd weer mensen, en het is nog geen volledig uitgewerkt idee, dat zeggen we erbij. En jullie gaan het dus niet organiseren, maar jullie lanceren het idee. Albert was er enthousiast over. Ik denk dat we daar ook een hele goede aan hebben. Hij is volgens mij ook wel iemand die zoiets ziet zitten. Want nog even, we willen dus van heel Middelburg een soort pop-up scene maken voor een paar maanden. Ja. Een bijzondere plek kan eten en drinken, met grotere terrassen kan werken. En tegen de tijd dat daar weer de winter aanbreekt, dan is gewoon het hele corona gebeuren uitgeroeid. Dat dit tijdelijk is, totdat iedereen gewoon weer in zijn eigen zaak, zijn eigen tafels kan hebben staan. Nou, super. Dank jullie wel voor het idee en we gaan ermee aan de slag. Oké, okay, succes.